Ze hebben die tics en dat plotselinge fluiten. Dat spugen, iemand in zijn gezicht spugen en het dan afvegen. Nou, het zal je maar gebeuren. Je kan maar beter zeggen dat je Tourette hebt als je zoiets doet. Kak, waar komt Tourette vandaan? De Universiteit van Nederland presenteert hersenonderzoeker professor Dr. Jeroen Geurts. Ja, ik probeer de hele tijd om dit op tijd aan te krijgen, zodat ik dan klaarsta als u naar mij aan het kijken bent. Maar dat mislukt. Grandioos. Ach, dat latex. Nou ja, je denkt de hele tijd ook aan iets anders. Maar dat... Nou ja, dat... Hij valt langzaam, vind ik. Nou, goed, maakt niet uit. U heeft ook al een hele hoop moeten leren. We gaan kijken naar een aantal filmpjes. En die filmpjes, die laten... Die laten zien een ziekte waarbij er sprake is van onderbeweeglijkheid. Een ziekte waarbij er sprake is van overbeweeglijkheid. En een ziekte waarbij er sprake is van gebrekkige impulscontrole. Die hebben allemaal iets met elkaar te maken in zekere zin. We gaan daar eerst naar kijken en dan vertel ik u meer. Eerst het eerste filmpje. Dit is een dokter, een neuroloog, en die doet het beter dan de patiënt. Ja, dat is misschien heel raar om zich te realiseren, maar we gebruiken dit filmpje heel vaak omdat het is prachtig. Hij laat zien hier die Alzheimer-patiënt, die Parkinson-patiënt, die voorover gebogen staat en die het er heel lang over doet om in beweging te komen. Die schuifelt, hij trilt met zijn handen in rusten, niet in beweging. Je ziet hem hier schuifelen, kleine pasjes. Dan moet hij omdraaien en dan duurt dat ook weer een hele tijd voordat dat lukt. Een paar schijnbewegingen, ziet u? Ja, en dan gaan we heel langzaam de bocht om. Ja, oké, en dan weer teruglopen. Dit is zo goed voorgedaan. Ik vind dat echt, nou ja, ik heb daar heel diepe bewondering voor. Kijk, hij wordt ook bijna, of gaat hij vallen. En dat is heel typisch ook aan Parkinson, dat je dus je loopt voor jezelf uit. Je voeten gaan bijna niet mee. We kennen ook het maskergelaat natuurlijk, weinig uitdrukking in het gezicht. Onderbeweeglijkheid. Dan nu de volgende. Overbeweeglijkheid. Wat gebeurt er dan? Dit is het ochtendritueel van een patiënt met de ziekte van Huntington. Je ziet de bewegingen die ze maakt. Heel moeilijk om uit bed te komen. Ik ga meedoen, merk ik. Kopje thee drinken is natuurlijk heel lastig. Je ziet die ongecontroleerde bewegingen. Ja, nou, het is een wonder dat het goed gaat, hè? Oké, en het derde is een filmpje van Tourette. Daar wil ik bij zeggen, dat is een filmpje. Tourette-patiënten vinden het ongelooflijk moeilijk om te laten zien al die tics die ze hebben. Hè. U kent Tourette misschien wel, ze vloeken, ze hebben motorische tics, zoals dat heet. Hè. Dus ze grimassen en ze maken plotselinge bewegingen. Ze vinden dat ongelooflijk moeilijk, omdat wij zijn een heel sociaal dier. We hebben die grote frontaalkwap die ons inhibeert, die geen gekke bewegingen maakt, want daar schamen we ons voor. En Tourette's vinden dat dus ook heel moeilijk. Maar dit zijn mensen die hebben zich laten filmen voor National Geographic, juist om het te laten zien. En ook in al zijn gekkigheid, want het ziet er gewoon soms gek uit. Dus kijkt u maar met me mee. I love my kids. Kellogg's, cornflakes, bollocks. Ken, this guy called Ken, because he's a Kenny, Ken, Ken. Right. Right, so he's cottage. Oh my God, you fat cow! Touch me penis, it's great. There's a fat guy. All right, okay. We've got guns. Armed robbery. It's the best shop in Scotland. Shut up! Hey, off your homo. Hey, hey, hey. Ja, heftig, hè? Nou, hij zat daar echt in vast in dat loepje. Hij kwam er gewoon niet uit. En u ziet
U ziet bij die Tourettes ook dat ze hebben die tics en dat plotselinge fluiten. Dat spugen, iemand in zijn gezicht spugen en het dan afvegen. Nou, het zou je maar gebeuren. Je kan maar beter zeggen dat je Tourette hebt als je zoiets doet. Ja, wat nog meer, wat we echopraxie noemen, elkaar nadoen. En echolali, elkaar nazeggen. Jezelf herhalen, dat hoort allemaal bij Tourette. En u ziet die impulsen, die worden niet goed genoeg onderdrukt. En dat zit hem dus, dat heeft u misschien al lang een beetje door, dat zit hem dus in die wisselwerking met die frontaalkwab, die dat normaal gesproken goed doet. Maar er zijn andere structuren die belangrijker zijn, of althans die ook belangrijk zijn, laat ik het zo zeggen. Laten we maar eens even gaan kijken. We zitten hier met dat kalfsbrein. En dat kalfsbrein, dat laat eigenlijk heel mooi een aantal dingetjes zien, een aantal structuurtjes zien, heel frontaal. Dit is die snede die zit heel frontaal in het hoofd. Dus we zien hier die witte en die grijze stof en we zien ook een beetje daaronder. U kunt dat wel zien, denk ik, doordat het kleurverschil er is. U ziet eigenlijk daaronder dat het ook donker is. En daar zitten de zogenaamde basale ganglia. Ik kan ze nog wel even anders laten zien. Oh ja, hier staat nog een. Ik heb overal breinen neergezet. Hier zijn ze ook wel te zien, maar hier zijn ze wat minder mooi gekleurd. Nou ja, we doen een poging. Dit is een doorsnede zo door de hersenen. En u ziet hier eigenlijk, ik maak even een grote tour. U ziet hier eigenlijk een soort bal zitten die naar binnen toe stulpt. Dit zijn de vochtholtes. En dit is die bal die naar binnen toe stulpt. En dat is onderdeel van die basale grijze stof. Dus hier, hè, in het midden. Kunt u dat een klein beetje zien? Ja, nou ja. Misschien net goed genoeg. U kunt straks allemaal kijken. In de pauze of zo. Nou, goed. Er is nog een hele belangrijke. En die ga ik ook even hier laten zien, denk ik. Kunnen we dat voldoende zien? Ja, nou, ja. Oh, nu niet meer. Ah, kijk. Nog beter. De regie helpt. U ziet hier precies deze plak. En deze plak, die heeft hier de hersenstam. De hersenstam. Hier dus de grote hersenen. Hier nog vochtholtes. Hier die hippocampus overigens bij de mens. Die is hier aangesneden. En hier ziet u twee streepjes, heel dunnetjes. Ze zijn een beetje verkleurd, omdat ze in plastic zijn gegoten. Die zijn allemaal pikzwart. Dat heet de zwarte substantie. Ja, nogmaals, we zijn niet inventief. Substantia nigra. Die substantia nigra die is weg bij Parkinson-patiënten. Die gaat dan onder. Daar gaan de cellen dood en dan zie je die niet meer zwart zijn. En die kunnen we niet in het kalfsbrein zoeken, want daar is wel een substantia nigra, maar die is niet zwart. Er zit een pigment in bij mensen, waardoor we het kunnen zien. Bij de ziekte van Huntington is een andere kern, namelijk die kunnen we hier niet zien, maar die zit hoger in dat brein, die kunnen we misschien wel hier zien. Nee, eigenlijk niet. Maar goed, laten we zeggen, die zit hierboven en die maakt eigenlijk met de hippocampus mee ook zo'n enorme loop. En dat heet de nucleus caudatus. Nou, nucleus caudatus, substantia nigra. Onthoudt u die twee. Als u dat onthoudt, heb ik echt een heel goed anatomiecollege. En heb ik u veel geleerd. Substantia nigra bij Parkinson, nucleus caudatus bij Huntington. En voor Gilles de La Tourette, dus die gaan stuk, echt stuk in de hersenen. Bij Gilles de La Tourette is het complexer. Dat kan ik u eigenlijk niet goed genoeg in deze korte tijd uitleggen. Maar dat heeft te maken met diezelfde systemen, diezelfde diepe grijze stof, die daar midden in het brein zit, die niet goed communiceert met die frontaalkwab, die alles als het ware onderdrukt. Die zorgt dat impulsen die vanuit die diepe grijze stof komen, van we moeten iets gaan doen, dat die afgeremd worden. Dus dat is iets complexer. Nou, heb ik dan alles laten zien wat ik moest laten zien? Ja, ik denk het wel. En laten we maar eens gaan kijken even naar een plaatje. Want dat spreekt boekdelen. U ziet hier ook dat het lastig is om dat in één plak te vangen. Want hier zijn al twee plakken getekend. En die basale ganglia, die ziet u hier eigenlijk veel beter. Hier zo, stukjes grijze stof.
hier zo nog een stukje. Dat is die substantia nigra, zo te zien. En witte stof en de buitenste grijze stof. Nou, die buitenste grijze stof, een deel daarvan, ongeveer hier, heet motorcortex. Daarmee gaan we uiteindelijk bewegen. Die motorcortex geeft een signaal via uw ruggenmerg naar uw spieren dat u moet gaan bewegen. Maar die basale ganglia, die zitten daaronder. En dit is een stukje ingewikkelde anatomie. Dus die gefronste wenkbrauwen van u, die snap ik. Maar het wordt duidelijk. U gaat dit snappen. En dan snapt u dus ook waarom Parkinson en Huntington ontstaan. Dat is eigenlijk heel logisch als je deze anatomie snapt. Nou, dus die motorcortex, die moet aan. Of uit. Afhankelijk van wat je wil. En die basale ganglia, die zorgen ervoor dat er als het ware een soort gatekeeper is. Er is te veel aansturing nu naar die motorschors toe, of er is juist te weinig en er moet bij. Gaan we even kijken. U ziet dat het een heel ingewikkeld systeempje is. De helft van de connectie staat er niet eens. Maar het is gewoon even om het wat versimpeld weer te geven. Als we naar de volgende bekijken, dan zien we eigenlijk, even schematisch weergegeven, schematisch aanschouwelijk, zei Brigitte Kaandorp, dan geloof ik ook alweer, ja, iemand anders, dat maakt niet uit. In ieder geval, schematisch aanschouwelijk ziet u hier al die kernen die we net hebben besproken, nucleus caudatus en substantia nigra, en er zijn er dus nog een hele hoop die we niet hebben behandeld, die zitten met elkaar in gesprek. Die zitten met elkaar in gesprek, dat is belangrijk om te weten. Die praten constant met elkaar en die praten om te beslissen welk signaal en hoeveel signaal gaat er nou uiteindelijk naar die motorcortex, zodat we in beweging kunnen gaan komen. Nu hoeft u dit niet uit uw hoofd te leren. En we gaan het ook niet helemaal doornemen. Dus dat ter geruststelling. Maar bij Parkinson hadden we gezegd, die zwarte substantie, die halve maantjes, die gaat stuk. Dus de input van die zwarte maantjes naar dat hele systeem van pijltjes, die valt weg. En dan krijg je in dat hele systeem van pijltjes, in die basale ganglia, krijg je een onbalans. In één keer gaan die kernen, die moeten opnieuw een evenwicht zoeken. En die gaan meer stimuleren of minder stimuleren, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. En als je al die plusjes en minnetjes, dat heeft te maken met het type signaalstof dat gebruikt wordt in al die pijltjes. Als je al die plusjes en minnetjes bij elkaar optelt, dan krijg je uiteindelijk bij de ziekte van Parkinson een afgenomen stimulatie richting die motorcortex. Dus er gaat iets mis doordat één van die blokjes wegvalt. En dan krijg je dat die motorcortex die je in beweging moet zetten, te weinig signaal krijgt. En wat krijgen we dan? Dit. Nou, ik doe het minder goed voor dan de neuroloog, maar dat is wat je krijgt. Dat is logisch eigenlijk, hè? Nou, nu, als je ziekte van, het geldt ook voor de ziekte van Huntington, by the way. Dus daarom valt dit weg. En we gaan weer niet al die plusjes en minnetjes bij elkaar optellen. Maar dan komt hier een enorm dikke pijl te staan. Er gaat heel veel signaal naar die cortex. Ga maar bewegen, ga maar bewegen. En het komt puur en alleen omdat één van die domino steentjes dus niet meer klopt. En als je één van die domino steentjes hebt die niet meer doet wat die zou moeten doen, dan valt het hele systeem uit balans. Dat is eigenlijk wat we zien bij bewegingsstoornissen. Dus dat hebben we geleerd. Beweging lijkt simpel. Hè? We gaan gewoon van A naar B. Dit is A. Daar is ergens B. Daar loop ik gewoon naartoe. Staat B. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces in dat brein. Dan moeten allerlei signalen worden gegeven dat je überhaupt wil gaan bewegen. Dan moeten al deze dingen moeten het goed doen. Zodat je precies weet wanneer je in actie moet komen, wanneer je weer moet stoppen. We hebben het nog niet gehad over het cerebellum, hè, dat die kleine hersenen die hier zo onder dat brein zaten. Hè, had u ze nog in het vizier? Ja? Okay, nou. Die kleine hersenen, als u wederom te veel gezopen heeft, dan loopt u van A naar B op deze wijze als u ooit al op B aankomt. Dat komt doordat de kleine hersenen er zijn voor coördinatie. Dus dan zijn die bewegingen er. Dan zijn ze goed gethreshold. Hè? Dan zijn ze precies goed qua stimulatie of qua inhibitie. En dan moet die beweging, dan is die beweging ingezet. En dan moet die ook nog gecoördineerd worden. Hij moet ook nog een rechte lijn worden. Dat doen die kleine hersenen. Dus ongelooflijk
mooi, maar ook ongelooflijk complex systeem waar van alles mis mee kan gaan. En dan krijgt u hele ernstige klinische ziektebeelden. Dat hebben we vandaag geleerd. Volgende college, dames en heren, zeg ik met een grote smile op mijn gezicht, gaan we zoeken naar de geest.